Hallo en welkom en leuk dat jullie weer kijken naar Altered Games. Vandaag gaan we de eerste potje van Overwatch spelen. Ik heb geen idee hoe het gaat. We beginnen met Soldier 76. Geen idee wat daar de bedoeling van is. Volgens mij is dat de meest basis character die je kan spelen. Dus daar gaan we gewoon mee beginnen. En we zullen uiteindelijk zoveel mogelijk gaan proberen. Ik ben af en toe een beetje aan het praten met wat andere mensen waarmee ik deze game samenspeel. Dus we zullen kijken hoe dat gaat. Volgens mij kunnen we al beginnen trouwens. Oké, gaan we dan. En we moeten een bepaalde plek moeten verdedigen. Bowboy, dat is degene waar ik mee speel. Ik zal eens even kijken waar hij allemaal naartoe gaat. Volgens mij gaat hij helemaal de verkeerde kant op. Maar we moeten in ieder geval daarheen. Dat weet ik wel vrij zeker. Oké, en hier moet het allemaal gaan gebeuren. Deze plek moeten we zien te verdedigen. Ik weet niet of ik hier zo handig sta. We zullen het allemaal meegemaken. Oké, we zijn even naar beneden gejumpt. Oh, we worden ook in de rug aangevallen. Wow, de eerste kill gewoon. Oké, ik weet niet of het tot nu toe goed gaat. Ik hoop het maar. De tweede kill. Ik moet nog wel even wennen aan alle abilities. We zullen hier even een heal neer droppen. Ik denk dat dat wel handig is. Hoppa, de derde kill. Oh, ik word in de rug aangevallen. Maar op de een of andere manier krijg ik vrij weinig damage binnen. Ik weet niet precies hoe dat komt. We moeten natuurlijk ook voor die headshots gaan. Dus daar moeten we wel even op letten. Oh, daar komt die gekke dude weer. Wow, een double kill. Man, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar tot nu toe gaat het volgens mij redelijk goed. We kunnen de heal even neerplaatsen. Volgens mij kwam daar iemand achter me aan. Wow, hier zit er iemand sowieso. Dat is ook een soldier, 76. Ik moet nog wel even wennen dat je zo veel gewoon moet... proberen ze te hitten zonder te richten. Want dat ben ik eigenlijk wel gewend. Oké, die is ook neer. Juist. Volgens mij gaat het nog redelijk goed. Ik weet niet hoe ik dat precies zou kunnen zien hoe goed het gaat. Maar ze hebben de payload nog helemaal niet ver kunnen verplaatsen. Straks zitten we in een super pro team of zo. Oh, ik heb natuurlijk ook mijn ult. Die ben ik helemaal vergeten. Als ze nou niet naar buiten durven te komen, dat zou wel een beetje soft gesteld zijn. We zullen eens kijken of we de ult kunnen gebruiken. Oh, dit ziet er niet goed uit. Misschien even de heal neerzetten. Oké. We hebben weer een aanval gestopt. Het lijkt tot nu toe nog heel makkelijk. Ik weet niet waar dat aan ligt. Of dat wij gewoon zo overpowered zijn. Of omdat de anderen zo slecht zijn. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Oh, daar kwamen weer wat rechts wat vast aan. Oh, in de rug gewoon worden we aangevallen. Oh no. Oh, hij heeft sowieso zijn ult gebruikt. Wow, dat was wel een sterke aanval. Maar zolang hij zo ver weg blijft staan, dan gaat het goed volgens mij. Want hij heeft die shotgun, dus we moeten gewoon op een afstand blijven. Dan blijven we ook leven. Maar tot nu toe gaat het allemaal steady. Oké, daar kan we weer wat vast aan. Wow, ik heb gewoon meteen een 20 player killstreak. Het eerste potje. Jongens, dit wordt gewoon helemaal mijn spel. Ik voel het. Waarschijnlijk zijn zij gewoon bagger slecht. Want het komt niet vaak voor dat ik echt heel goed ben in een spel ofzo. Volgens mij ben ik ook best wel pushy aan het spelen. Maar ik snap niet, ik krijg helemaal geen damage binnen. Misschien gebruik ik wel gewoon hacks ofzo. Wow. Ik weet niet wat die vent allemaal aan het doen was, maar het zag er op zich wel lijp uit. Even kijken waar die is.
Oké, de killstreak blijft nog steeds omhoog lopen, dus dat gaat nog wel rustig door. En ze zijn nog steeds niet verder gekomen. Oké, we moeten nog het 60 seconden blijven verdedigen. Die vent is neer. Oké, volgens mij was dat al best wel prima timing van de ult. Wow, team kill. Is dat goed of is dat slecht? Betekent dat dat ik iemand heb gekillt van mijn eigen team? Want dat zou niet zo mooi zijn. Ik wist eigenlijk niet dat dat kon. Namelijk. Ik weet niet of dit meteen de meest indrukwekkende video is. Dus sorry daarvoor als dat niet het geval is. Oké, en de overtime. Nou, ik ben heel benieuwd, want we krijgen dus volgens mij nu te zien hoe goed we het hebben gedaan. Play of the game. Oh, let's break it. Ja, dit was natuurlijk wel nog tegen bots. Maar dat was wel heel easy. Oké, ronde 2. We kunnen weer een andere character pakken. We zouden Henzo een keer kunnen proberen, maar we blijven voorlopig nog even met Soldier 76. Omdat ik gewoon even deze een beetje onder de knie wil krijgen. Maar ik ben benieuwd of dit ietsje moeilijker is. Volgens mij was het nu verplaatst naar medium in plaats van easy. Dat zou kunnen. En dat is misschien helemaal geen slecht idee, want dit was altijd net heel easy. Maar wel lekker om even bij in te komen. F1 voor hero details. Oké, dan kan je nog eens een keer de verschillende attack mogelijkheden zien. Dus we spelen nu nog gewoon tegen bots. En uiteindelijk zullen we wel gaan vechten ook tegen echte enemies, dus PvP. Maar om gewoon een beetje een algemeen idee te krijgen van dit spel, is dit misschien geen slecht idee. Maar het voelt wel goed hoor, gewoon hoe alles werkt. Het werkt echt wel heel prima. We moeten eerst deze plek zien te verdedigen. Ik heb niet echt jump abilities dat ik ergens boven kan komen. Dus ik zal volgens mij redelijk op de grond moeten blijven de hele tijd. Kijken of we ze al in zien komen. Oh nee, prepare your defenses. Wat jongen, gek. Mijn maatje zit de hele tijd op mij te schieten. Wat denkt hij wel niet, jongen? Oké, als het goed is gaan ze nu komen. Dus nu gaan we het meemaken of het ietsje moeilijker is geworden. Oké. Zo, ik word wel meteen gestunt. Gingen we bijna meteen dood. Daar misschien ook niet zo heel handig. Oké, dit is al wel redelijk wat moeilijker. Dat merk je wel meteen. Toch is het best lastig om iedereen zo te raken. Laten we hier eens even wat levens oppakken. We hebben de eerste wave al tegen kunnen houden, maar ik ging echt al meteen bijna dood. We kunnen nou kijken wie nog levend is en wie neer is. Als het goed is zou je trouwens ook levels omhoog kunnen gaan. Daar moet ik ook nog eens even een keertje induiken. Oké, daar komt de volgende wave weer aan. Wat is dat telkens die team kill? Betekent, want ik kan niemand killen toch van mijn eigen team. Dat zou namelijk wel sick zijn als dat zou kunnen. Oh, misschien dat je gewoon heel team hebt uitgeschakeld van de tegenstander. Dat je hun hebt helemaal hebt neergehaald. Dat zou wel kunnen. Oké, ik hoor allemaal gevechten. Ik weet alleen niet precies waar ze zijn. Oh no, daar ging ik.
Oké, de eerste keer dood. Moet ik me nu schamen? Een killcam, dat is wel gaaf. Ik merk wel dat ik nog ietsje meer misschien opzij moet bewegen. Dat ik dat te weinig nog doe. Even kijken. De punt wordt zelfs gecaptured. Dus dat moet ik wel even zien tegen te houden. Maar we komen er alweer aan. We hebben zelfs bijna onze ult. Dus mocht het zijn dat we die nog nodig moeten hebben, kunnen we die gebruiken. Even kijken, hij wordt echt bijna gepakt trouwens. Oké, dit was waarschijnlijk niet heel handig om hier zo Rambo-stijl in te komen. We hebben ze dus helaas niet weten te killen. En volgens mij is het al belangrijk om bij het team te blijven. Iedereen was ook gewoon op mij aan het wachten wanneer ze in konden komen. Oké, we gaan toch niet tegen bots verliezen, want oh my god, ze zijn al de volgende plek aan het overnemen. Oké, dat was volgens mij redelijk goed. We kunnen hier even ophielen en we moeten dus deze plek zien te verdedigen. En als ze hier allemaal doorheen komen, dat zou wel echt super relaxed zijn. Ik weet echt nog helemaal niks van teamcomposities af. Dus daar moeten we misschien nog een keertje naar induiken. Wow, wat gebeurt er met mij? Oké, dat was vreemd. Ik kon echt helemaal niks doen. Oké, we hebben ze in ieder geval voor kunnen zorgen dat ze niet op het punt konden komen. Oeh. Soms is het wel moeilijk om te weten waar iedereen is. De volgende is blijkbaar hier. We zullen een beetje achter hem blijven. Oké, hij gebruikt weer zijn ult, dus daar gaan we even een beetje voor wegduiken. En we leven nog. Oké, ik weet niet precies hoe ik die dubbel raakte, maar het ging blijkbaar goed. Ik weet niet of dit moment is om de ult te doen, maar we doen het. En we hebben een dubbel kill. Die ult is volgens mij echt wel best wel sterk. En je merkt dat zolang je zo bij elkaar blijft staan, dat dat toch wel heel belangrijk is. Hier wordt alweer gevochten. 15 player kill streak. Oké, dus dat is nog goed tot nu toe. Ik weet niet of we te ver naar voren moeten gaan. Juist, die is ook neer. We zijn een beetje naar voren aan het pushen. Al kunnen ze volgens mij wel via een paar andere lanes zo om ons heen komen. Dus we moeten denk ik ook weer niet te ver naar voren. Oké, waar is de rest? Hier komen nog een paar gasten aan. Deze kan je niet aanvallen op het moment dat hij in die stance is. En we zullen even een heal droppen voor de rest. Mocht dat nodig zijn. Wauw, die schoot wel van een grote afstand. Ging hij nou omlopen of wat? Waar was hij mee bezig? Ja, sowieso. Oh, hij heeft me bijna neer. Oeh, dat scheelde echt heel weinig. Oké, we moeten even opletten, want daar komt de rest ook alweer aan. Oh, daar komt heel het team aan. Oh my god, dit is niet goed. Waar is heel ons team? Zijn die allemaal neergepeukt of zo? Oké, we moeten denk ik nu wel snel ons punt gaan voor dit beschermen. Ik heb niet mijn ult klaar, dus dat is wel even lastig. Oh no, ze gaan het pakken. Oh man, waar was mijn team? Heb je ook helemaal niks aan die gasten, hè? We zijn gewoon verslagen door bots. Ze waren wel een stuk sterker, dat is wel in ieder geval gaaf. Het is wel een goede uitdaging. Player of the game, was dat een van ons? Ja, dat was wel een van ons. Ja, dat was even iedereen lekker neer aan het knuppelen. Geen idee, best killstreak. Oké, dat was ik. Ik heb geen idee. Oh, je kan niet echt mensen omhoog doen.
Oké, geen idee. Kan ik nog ergens zien hoe goed ik het heb gedaan of zo? Meeste healing dome, meeste eliminations, objective kills, damage done silver. En oké, dus zo kan je een beetje kijken hoe goed je het hebt gedaan. Vergeleken met de rest. Oh, ik ga zo verslaafd worden aan het spel. Ik voel het gewoon. Echt een sick spel. Dit was in ieder geval de eerste video voor vandaag. Allemaal super bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Laat me natuurlijk weten wat jullie ervan vonden. Door iets in de comment section te plaatsen. Van een duimpje omhoog of omlaag. En dan zie ik jullie allemaal graag volgende keer weer.